bij een frontale botsing op de N279, dat is de weg tussen Den Bosch en Veghel, is vanmorgen een 51-jarige man uit Rosmalen dodelijk verongelukt. Vier andere inzittenden van de auto's raakten gewond. De auto waar het dodelijke slachtoffer in zat kwam door nog onbekende oorzaak ter hoogte van het stuk weg tussen Berlikum en Middelrode op de verkeerde weghelft terecht. Een tegenligger waarin twee personen uit Veghel zaten kon de auto niet meer ontwijken. In de andere auto zaten drie mensen. Een van de vier gewonden is een 49-jarige Bossenaar. Hij is in zeer zorgwekkende toestand met een traumahelikopter naar een ziekenhuis in Nijmegen gebracht. Hij bestuurde de auto die op de verkeerde weghelft reed. De rijbaan van de N279 is rond 10 uur weer vrijgegeven.